Urenlang gamen en tegelijkertijd aan je conditie werken. In Eindhoven is vandaag een sportschool geopend waar je computerspelletjes en fitness kunt combineren. Dit is natuurlijk te gek, want je wordt dan uitgekozen en dan denk je yes! Onze missie is om Nederland meer aan het bewegen te krijgen. En dit is een uitgelezen kans daarvoor. Je weet gewoon dat je aan het sporten bent. En concurrentie voor de Schulbak e-fitness. Bewegen met computerspelletjes moet niet alleen jongeren van de bank afzien te krijgen. De bewegingsgames worden nu ook ingezet om ouderen meer te laten bewegen. Sporten is gezond, maar soms is het ook gewoon lekker om in je luie stoel te gamen. Maar wat nou als je gamen en sporten tegelijk kan doen? Heb je de uitslag al? Ja, we hebben net bij jou gemeten hoeveel energie je verbruikte tijdens het hula-hoepen. Ja. En het bleek dat je ongeveer 6 keer zoveel energie verbruikte dan in rust. Oké, dus dat is best oké. Als je dat elke dag een uur doet, dan werk je goed aan je gezondheid. Hiermee verbruik je zo'n 10 keer meer energie dan wanneer je niks doet. En 5 tot 8 keer is al voldoende. Dus dit is een hele pittige. Kom aan, doortrappen, mannen. Studenten van de Hogeschool Fontys gaan hier onderzoek doen hoe we ICT, sport en spel kunnen integreren. Ik weet de naam niet, maar het is superleuk.